Een grote tent bij natuurbelevingscentrum De Oostvaarders. Ontspanningsoefeningen en zakken vol ijsblokjes. Daarmee begon vandaag Festival LOF. Een samenwerking tussen Staatsbosbeheer en Stad en Natuur Almere. LOF staat voor Lichaam en Geest, Ontdekken in de Natuur en Feest in Flow. En dat betekent eigenlijk dat we hier een fantastische maand hebben met allemaal workshops die eigenlijk allemaal een beetje zen zijn. Maar ook net eventjes anders als anders. En we trappen er vandaag af met een ijsbad volgens de Wim Hof methode. Ja, we zijn de hele dag hier aan het voorbereiden. We hebben eerst een ademhaling, diepe ademhaling sessie gedaan met onder begeleiding van muziek. En wat ik eigenlijk leer in een ijsbad is eigenlijk hoe je je ademhaling kan toepassen om rustig te kunnen blijven in een stressvolle situatie. Ja, een ijsbad is natuurlijk perfect daarvoor. Adem uit. Maar Festival LOF heeft meer te bieden. Zo is er de komende maand een silent disco waarbij je op blote voeten kunt dansen. We hebben eigenlijk voor ieder wat wils. We hebben ook nog een qi-wandeling. Dan ga je echt gewoon helemaal lekker de natuur in. We hebben ook nog verschillende soorten yoga. Deugdenyoga door Uniek Yoga, een speciale yogasoort. Maar ook als je met kinderen graag nog een keer yoga wil doen, hebben we ook nog een speciale ouder-en-kind yoga. Alles is hier in deze tent achter. Deze unieke plek om gewoon echt helemaal in de natuur te zijn. En we zijn dit jaar eigenlijk heel blij met de tent. Dat betekent ook dat je bij alles ook droog kan staan. Dus dat is fantastisch. En de tent wordt ook de rest van de zomer ook nog gebruikt voor andere activiteiten hier. Terug naar het ijsbad waarmee Festival LOF van start ging. 16 dappere Almeerders stapten er vandaag in. Nou, deze Wim Hof methode is eigenlijk heel goed om diep naar binnen te gaan en actief te werken aan je gezondheid door middel van ademhaling, mindset en natuurlijk een ijsbad.